Want we hebben Jana en Britt. En naast de microfoon staat Britt. En op de krukte zit Jana nu, volgens mij. Ja. Ja, welkom. Ja, dankjewel. Jullie hebben niks met AI en met ChatGPT gedaan, toch? Jullie hebben zelf iets bedacht, gemaakt en uitgevoerd. Ja. Ja. Vertel, wat is dat voor iets? Over ons nieuw project. Ja. We hebben een nieuw project gestart. Het gaat met betrekking tot dakloze jongeren. We wilden echt met z'n allen een leuk onderwerp kiezen, een actueel onderwerp waar we nog niet zoveel van afwisten en graag iets mee wilden doen. En toen kwamen we er eigenlijk op, we zien eigenlijk best wel vaak daklozen, maar eigenlijk geen dakloze jongeren. En we waren heel benieuwd van wat gebeurt daar nou mee, welke hulp is er en hoeveel jongeren zijn hier al van op de hoogte en hebben er veel kennis over. En kwamen jullie toen tot een inzicht van over dakloze jongeren dat er best veel zijn of viel het nog wel mee of... Ja, wel meer dan we dachten. Ik heb een enquête gemaakt, heb ik opgesteld. En die heb ik naar de eerstejaars bij mij op school op ROC studenten sociaal werk gestuurd. Natuurlijk omdat het ook betrekking heeft met sociaal werk. Je kan later met daklozen gaan werken. En van de 35 antwoorden die we binnen hebben gekregen, was er eentje die zelf dakloos is geweest. En er was er nog eentje die ook mensen kent die dakloos zijn geweest. Dus dan is het toch wel, op de 35 zijn er toch wel een paar die dan... iemand kennen of zelf dakloos is geweest. En wat hebben jullie toen georganiseerd naar aanleiding van de uitslag van die enquête? Of wat gaan jullie organiseren? Ja, we hebben een ochtendprogramma hebben wij in elkaar gezet van 10 tot 10:30. Daarin komt een ervaringsdeskundige, komt een meisje vertellen over haar eigen ervaring dat ze dakloos is geweest. Er komen verschillende instanties, Lege des Heils bijvoorbeeld, iemand van Traverse. En we hopen ook iemand die dan nog kan vertellen hoe het is om in het werkveld mee te werken. Zelf gaan we ook de enquête en de antwoorden die we eruit hebben gekregen gaan we presenteren. Ook hebben twee andere collegaatjes van mij op stage met een dakloze jongere een kunstproject opgezet. Dus die gaat zijn verhaal eigenlijk beeldend laten zien op een schilderij. En dat gaan we dan ook presenteren binnen de Hall of Fame. Mm-hmm. Nou, wat leuk. Misschien moeten we jullie even wisselen, want Britt heeft ook nog een antwoord op dingen. Of wil ook nog iets vertellen, geloof ik. Yes, nou, dan wisselen we even om. Ja. Ja. Maar wel een bijzonder project. En jij bent er ook bij betrokken of jij weet daar het een en ander van ook zelf? Nou, ik weet wel dat ze het van plan waren. Ah. En dat ze gezocht hebben naar iets actueels en iets spannends voor ze. Ja, dat is knap hoor, dat je dan dat onderwerp erbij haalt. Ja. Nou ja, en ze wilden graag de dakloze jongeren een beetje een hart onder de riem steken. Ja. Dus de doelgroep is ook welkom, begrijp ik, hè? De doelgroep is ook welkom. Ja, de doelgroep zelf is ook welkom. Ik denk ook dat we eigenlijk niet eens weten hoeveel jongeren dakloos zijn. Zeker... Zijn er wat cijfers over? Heb je iets gevonden daarop, ongeveer? Ze weten niet hoeveel jongeren dakloos zijn, omdat heel veel jongeren ook bijvoorbeeld bij vrienden gaan wonen. Oh ja. Jongeren worden meestal dakloos door een thuissituatie. Dus dan zien ze als enige optie nog weglopen. Dus ze hebben daar eigenlijk geen cijfers van. We hebben wel een enquête uitgevoerd. Ja. En één iemand op de 35 studenten is ooit dakloos geweest. Ja. Mm-hmm. En jullie hebben met jeugdzorg ook ontdekt dat als ze 18 jaar worden, dan gebeurt er iets, hè? Vanuit jeugdzorg. Dat ze dan gewoon de straat opgezet worden, geloof ik. Ja, dan ben je verantwoordelijk voor jezelf. Dus dan word je op straat gezet. Heftig. Ja. Ja. En want hebben jullie ook wat persoonlijke verhalen van die jongeren ook gehoord? Heb je ook iemand wel gesproken al? Ja, we hebben ook een meisje gesproken die dakloos is geweest. En die leefde ook op straat. Die heeft wel bij Traverse een tijdje geweest. Maar dan mocht ze alleen slapen en overdag werd ze met alle spullen op straat gezet. Heftig. Hoe is het om dat te horen? Want je bent dan dezelfde leeftijd ongeveer en in één keer hoor je van... Hey, is hij op straat? Ik kan me... Moeilijk om voor te stellen, denk ik, toch? Ja, heel raar, want ik heb gewoon een huis, een dak boven mijn hoofd. Ik krijg elke avond te eten. En dan ga je daar wel over nadenken van, dan heb ik het eigenlijk wel heel goed. En wat ik heb het gevoel dat je iets zou willen doen. Weet je, wat zouden deze jongeren kunnen gebruiken? Heb je dat ook ontdekt? Van wat hebben ze nou eigenlijk nodig? Begrip, denk ik, dat het wel heel belangrijk is. Want ze worden wel op straat ook, zeker als ze op straat slapen, dan word je heel raar aangekeken. Ja. En kleine dingen, koop een hamburger voor iemand of alle kleine beetjes helpen. Wat had je er ook? Ja. En wat gaan jullie, wanneer moeten we
naar jullie activiteit toekomen en waar is te doen? We hebben 29 juni een activiteit georganiseerd in de Hall of Fame. En deze is van 10 tot 11:30. En dan gaan we een ochtendje laten zien hoe het is voor een dakloze. En als ik daar naartoe wil, hoe weet ik of ik nog binnen kan? We hebben een aanmeldlink. Die kan je via de Hall of Fame website kan je inschrijven, maar ook via onze Boots website. Boots Project moet je dan zoeken voor. Ja, bootsprojects.com, hè? Ja, dat is onze website. En dan word je doorverwezen naar de Hall of Fame link. Ja. Nou, hartstikke goed initiatief. Ja, ja. Ontzettend bedankt voor het delen, allebei trouwens. Ja. Goed verteld. Jullie bedankt. En heel veel succes met het uitvoeren van het project dadelijk. Dankjewel. Ja. Komt helemaal goed.